achter die grijze auto gaat er maar naast staan. We gaan eerst naast gaan staan. Ah, oh, dat is erachter. Sorry. Dus je moet jezelf meer tijd geven. De bedoeling dat we eigenlijk achteruit in die parkeerplaats gaan rijden. Want okay, vooruit ja, is dat niet haalbaar. Dan kunnen we een auto nooit niet mooi aan de kant krijgen. Dus we gaan dat achteruit moeten doen. En ik zou een keer u willen laten proberen. Dus we gaan eens proberen dat jij daar gaat tussen rijden. Okay. Op de manier hoe jij denkt dat het beste is. Ja. Oké? Okay? Dus als je er klaar voor bent, dan mag je vertrekken. Oké. Okay. En dan... Ja, okay, achteruit. En dan ga je zelf een beetje moeten inschatten, ja, hoe je de auto er gaat indraaien. Dus ik zal u wel mee in doog houden. Okay. Dus als er echt iets niet gaat, dan zal ik het ook wel zeggen. Maar dus hè? Nu moet ik mijn gas niet gebruiken? Nee, nee. Alleen, dus enkel... alleen uw koppeling gebruiken. Dus dat de auto heel traag blijft rijden. Hè? Ja, dus dat is al goed dat je die andere auto ook in doorhoudt. Doe maar rustig, blijf maar rustig. Oké, en nu? En nu rechtdoor. Probeer maar. Oké. Okay. Ja, en dan? Ja. En dan? Nog. Ik weet het niet zo goed wat dat is. Vind je het al goed? Zou je je auto zo achterlaten? Nee, ik sta heel scheef. Je staat nog schuin, ja. Dus moeten we dat nog oplossen? Probeer dat eens op te lossen. Je moet eens proberen en eens zien wat dat je auto doet. Dus als je blijft stilstaan, ja, dan zie je ook niet wat je auto gaat doen. Dus probeer het gewoon. Nu, je ziet, voor ons hebben we niet zoveel plaats niet meer. Hè? Nee. En achter ons, hoe ziet het daar? Hebben we daar nog veel plaats? Dus ja, daar heb je eigenlijk plaats genoeg. Dus dan kun je beter het achteruit oplossen. Ja. Ja, dat komt al veel beter. En dan voor het af te werken. Oké. Okay. Oké. Okay. Goed. Voilà. En wat vind je ervan? Beter wel, denk ik. En vinden, zouden je een auto zo durven achterlaten en weggaan? Ja. Ja, voilà. Dus? Goed, hè? Ja, zo. Ja. Zelf niet tevreden? Jawel, jawel. Ah, oké. Okay. We gaan hier de auto parkeren. Dus we hebben hier een mooie parkeerplaats tussen twee auto's. Ja. Nog niet te klein. Ik ga eerst eens laten zien op welke manier dat we dat nu gaan doen. Dus ik ga de auto heel even langs deze kant bedienen. Ja. En dan kan je mee volgen. Hè? Ja. Goed. We gaan ook het stuur wel heel even vasthouden. Ja. Dus het eerste dat we gaan doen is ons naast een auto zetten waar dat we achter willen parkeren. Dus die zwarte auto. Okay. Uiteraard moeten we dat aanduiden met onze pinker. Ja. Hè, dat de mensen achter ons weten wat we gaan doen. Ja, ja, ja. En we gaan er naartoe. En we gaan ook zorgen dat we daar niet te ver vanaf staan. Nu, uiteraard moet je ook wel rekening houden met de spiegels. Ah, ja, ja.
dat je niet de spiegels van een andere auto en van je eigen auto afrijden. En dan weten we dat we op dat moment kunnen beginnen afdraaien en dat we die hoek niet raken. Dus jij mag nu zelf het stuur volledig naar rechts draaien. Want we willen de auto rechts in de parkeerplaats. Zie je? En die begint te draaien. En dus met die auto hebben we geen last. En dan gaan we op een hoek komen van 45 graden. Ik weet niet of je dat een beetje kunt herkennen. Of is dat moeilijk? Oh, ik weet dat niet. Deze hoek. Ja. Dus eigenlijk de hoek die de auto maakt met de rijbaan, dat is nu 45 graden. Mm-hmm. Zo zou je het ongeveer moeten zien. Kun je dat ofwel ongeveer voor je zien, ofwel hier in je spiegel, ten opzichte van de rand van de baan, kan je dat ook wel zien. Uh-huh. Dus. En dan, op dat moment, gaat je wielen recht zetten. Ja. En dan gaan we achteruit rijden, totdat we ver genoeg achteruit zijn. Wat moet er zeker mee binnen zijn in de parkeerplaats? Dat is hier je spiegel hier van voor. Ja, okay. Nee, dus als die een voorbij de hoek van die auto komt, dan weten we dat we eigenlijk van achter dicht genoeg zijn. Ja. Want als je in je spiegel kijkt, die rand van de baan gaat je niet goed kunnen zien. Nee. Hè? Die spiegel, die zou dan helemaal naar beneden moeten gaan zetten. En dat is eigenlijk niet praktisch, dat je dat altijd moet gaan doen. Ja. Maar je kunt hier ook de voorkant niet doorhouden. Dus deze hoek, hè, dus hier van voor aan je auto, spiegel is daarmee voorbij de andere, dus aan de achterkant eigenlijk. Ja. Dan kan je naar links draaien. Ah, ja. Dus draai je nu helemaal naar links, helemaal doordraaien. Ja, en dan gaan we achteruit rijden en ondertussen natuurlijk ook even in doorhouden dat we daar nog plaats hebben. En dan gaan we zo ver mogelijk achteruit en dat is totdat we eigenlijk evenwijdig komen met de rand van de baan. En dat is nu. Dan gaan we nog één keer vooruit moeten rijden. Ja, en dan draai je ondertussen maar je stuur naar rechts. Draai maar. Draai maar. Oké. En dan de wielen recht om te eindigen. Je eindigt altijd met de wielen recht. Mm-hmm. Dus dat is nog één draai naar links. Ah. Ja. En als je dan een keer in je spiegel kijkt, binnen, dan zie je dat je ineens mooi naast de kant staat. Ja. Dat is eigenlijk de bedoeling van de oefening. Oké. Duid even aan dat je gaat willen parkeren. Moet ik even in je linkerspiegel zien? Ah, want als ze doorrijden, dan moet je even wachten. Dus op een drukkere baan moet dat zeker goed in doorgaan. Ah oh nee, ik moest nog eerst recht zeker. Ja, doe maar. Ja, denk het wel, hè? Ja. Redelijk, ja, toch? Dat is goed, perfect.